Ja, ik denk dat het hier allemaal begonnen is. Je ziet hier dat ze hier het hek doorgeknipt hebben. Dat ze hier doorheen zijn gegaan en vervolgens die richting naar het clubhuis zijn gelopen. En we zijn vanmorgen om 8:30 ons bed uitgebeld met de melding dat er ingebroken was. En ik kom hier op het centrum. Nou ja, we vermoeden hier dat hier een ladder tegen de muur is aangezet. Dat ze dwars door beide ramen heen zijn gegaan, zoals je ziet. Vervolgens hebben al onze computers zijn gestolen. Ze hebben laden omgekeerd, kasten leeggetrokken. Ja, en vermoeden gewoon dat er heel veel weg is. Dus daar word jij nog verdrietig van. Ik vind dat je sowieso van allemaal spullen af moet blijven. Maar uitgerekend hier, dit prachtige sportcentrum voor kinderen met een handicap. Ja, we moeten keihard werken om geld op te halen om dit mooie centrum open te houden. En dan kom je hier de boel leeg trekken. Ik vind het echt... Ik heb er geen woorden voor. Ik vind het echt heel erg. Echt afschuwelijk. En ja, goed, je merkt aan die kinderen ook, hè, die zijn van slag. En die begrijpen het eigenlijk ook niet van wat er aan de hand is. Met al die linten en een gat in een raam. En daar wil je ze eigenlijk ook wel voor behoeden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, ik ben vreselijk geschrokken. Want wat die mensen gedaan hebben, dat is echt stelen van mensen die het heel hard nodig hebben hier. Dat is... Je ziet de enthousiasme van alle kinderen. En zo'n club als hier heeft toch de moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dus dat is gewoon een aderlating voor ze. Ik kan je voorstellen dat wij schrikken erop van. Maar vaak kindjes met autisme of een vorm van een verstandelijk handicap komen dat soort dingen nog veel harder binnen. Dus we hadden vanmorgen hier al huilende kindjes van, goh Dennis, wat is dat nou? En hoe kunnen ze dat nou doen? En we kunnen toch wel open blijven. Ja, dan word je helemaal... Ja, ik heb er geen woorden voor. Als je zo in elkaar zit, hè, als je dit al doet en dan ook nog van deze doelgroep, ja, dan ben je echt heel laag bij de grond, vind ik.